Het fanatiek volgen van een serie is een vorm van verslaving. Je verlangt telkens weer naar de volgende aflevering. En deze herhalingsdwang, die de bevrediging van onze lusten moet bewerkstelligen en kan resulteren in binge-watchen, kun je dan ook koppelen aan de psychoanalyse van Sigmund Freud, die de ongebreidelde herhaling als een vorm van doodsdrift zag. Heel extreem gezegd, in onze zoektocht naar genot kijken we ons dood. Althans, die koppeling maakt psychiater Jos de Kroon in de bundel Oog omhoog, waarin verschillende bijdragen van cultuurwetenschappers staan op het gebied van psychoanalyse en tv-series. Geruststellend is dat de Kroon vervolgens stelt dat een serieverslaving wel beter behandelbaar is dan bijvoorbeeld een drugsverslaving. Dus op naar de volgende aflevering. In de inleiding van de bundel wordt door Peter Verstraat een onderscheid gemaakt tussen de Loop-series, zoals het welbekende Friends, waarin elke aflevering weer op nul lijkt te beginnen en de personages weer hun oorspronkelijke positie innemen. Daarnaast heb je de saga, soapseries zoals Goede Tijden, Slechte Tijden, met afleveringen rond een specifieke gemeenschap die eeuwigdurend doorgaan, met tragische ontwikkelingen in opeenvolgende generaties en waarbij elke aflevering stelselmatig eindigt met een cliffhanger. Maar in deze bundel staan series centraal die tot kwaliteitstelevisie worden gerekend. Deze hebben een complexere, postmoderne aanpak met intertextualiteit, een mysterieuze of psychologische laag en met ingewikkelde verhaallijnen die de kijker uitnodigen tot een interpretatie. En het omslagpunt wordt door Verstraeten gelegd bij, hoe kan het ook anders, de serie Twin Peaks. Oog om oog bespreekt series als Dexter, Fargo, Sherlock, Homeland en Twin Peaks The Return. En telkens wordt de psychoanalyse van Freud of Lacan in meer of mindere mate gebruikt om scènes symbolisch te duiden, gebeurtenissen te interpreteren of de strategieën van personages te analyseren. Zo ziet Solange Leibovici de rituele moord van Dexter als een vorm van sublimatie, waarin hij zijn moeder op Freudiaanse wijze wreekt en eert. En kun je het personage Lorne Malvo in de serie Fargo volgens Peter Verstraeten zien als het geperfecteerde superego van Lester Nygaard die constant wordt vernederd. Lorne is zijn morele stem die hem influistert en laat zien dat je grenzeloos kunt zijn. Symbolische structuren zoals Lacan's spelfilosofie vind je volgens Daan Rutte terug in Game of Thrones en Westworld. There's a deeper level to this game. Jasko Horsman beschrijft dat series als Sherlock en Mr. Robot op dubbele wijze laten zien dat het symbolische bemiddeld is door het imaginaire. Want Sherlock ontcijfert niet alleen de codes om hem heen, maar hij raakt er ook in verstrikt, met waanbeelden als gevolg. Het is niet zo dat je bij deze bundel helemaal vertrouwd moet zijn met het psychoanalytische begrippenapparaat. Maar enige ervaring met Freud's superego en de abstracte orders van Lacan, dat kan geen kwaad. Dat geldt overigens niet voor de bijdrage van Miriam Rush over de Lynchiaanse angst in de eerste twee seizoenen van Twin Peaks met Bob, de bosrand en het witte paard in de huiskamer. Met het derde seizoen dat 26 jaar later verscheen, hebben de makers David Lynch en Mark Frost volgens Rush de onverklaarbare puzzel alleen maar groter gemaakt, waarbij het kwaad onnavolgbaar is en de esthetiek het wint van het soap-element. Kortom, de bundel Oog om Oog maakt het kijken naar series alleen maar leuker en verslavender.